Kijk, een drankmens is die man, wat hij nog net gesê het, is een drankmens, Ellen Hughes het altijd gesê, een drankmens sikkel ons altijd om onder sy kop te bly. So dit is die wat jou sakke so staan as jy geld soek, want jy, en by ons, ja. En dan denk een drankmens ook, ons altijd iemand roep om. Maar die, wat bij ons op die dorp was daar een vrouw geweest, Johanna Jonker, sy is ook nou al oorlede, maar sy was pal op die slaghuis een stoep, my pa had ook haar slaghuis. Ek is een goeie dorp vir slaghuise, en daar is ons een heel paar slaghuise, daar is julle ook wel. Maar so, so het die Johanna Jonker sy toe op een dag, nou rij die mense vir al die Duitsers, rij ons dan Sutherland toe, hulle wil op sterre kyk, want hulle dink mos die sterre skyn in die dag ook, op Sutherland. En nou verdwaal hulle, dan vraag hulle altijd by die slaghuis hoe om daar te kom, want my pa is nou altijd vroeg daar. En die ochend is ek ook nou daar, maar Johanna Jonkers is ook al daar. Maar sy is al wie weg, as julle weet dat ek. En hier stop die kar, en voor ek of my pa nou vir die mense kan verduidelik hoe my Sutherland te ry, toe kom Johanna Jonkers nou daar aan. En die man ken hom nie vir haar nie, so hy vraag nou maar vir haar, hoe ry jy mense vanaf Sutherland toe? Dan sê sy, Sutherland. Want sy het al gehoor van Sutherland. 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 Sy sê, alright. Meneer Rijn nou. Maar ek sê meneer Rijn. Maar meneer Rijn nou. Daar rijd meneer nou u af. Ze zei, nou waar is die meneer dan nou? En ze zei, oh, hier is meneer, ik zie meneer, meneer, ik heb nu amper verdwaal. Maar meneer moet nu eens weer terugkomen. Ze zei, ik heb nu amper verkeerd, meneer nou. Sutherland, Sutherland. Ze zei, rijk, meneer rijdt nu even bij het postkantoor. Hij rijdt meneer bij de politiestatie, maar meneer moet zachtjes. Sarrelen. Ze zei, nee meneer, ik denk die man kan niet vanaf Sarrelen te rijden.